Deze aflevering van West onderzoekt begint bij Joanna. Joanna heeft tijdens haar vakantie vreemde dingen gehoord en ervaren. Joanna zal in het vakantiehuisje waar ze verbleven is uitleg geven aan Lisa, onze presentatrice. Ik hoorde helemaal hele rare geluiden. En dat die geluiden die kwamen van buitenaf, maar ook van binnen. En ik had ook het gevoel dat er iets zou zijn van een bepaalde sfeer. En dat voelde niet helemaal prettig. Kun je de geluiden omschrijven? Ja, ik hoorde constant gebonk. En daarnaast ook ineens een lekkende kraan uit het niks. En het zou niet kunnen dat dat te maken heeft gehad met de waterdruk of de afstelling van de kraan? Nou, nee, dat dachten we eigenlijk niet. Mijn vriend was ook mee toevallig en die heeft het ook allemaal gehoord. En die vond het ook heel gek. Maar hij gelooft niet dat het iets zou kunnen zijn met entiteiten of dergelijke. Maar ik had wel een beetje het gevoel alsof er hier iets spookte in het huis. Dat was niet helemaal goed. Of het daadwerkelijk spookte in het huisje, zal Hans, onze paragnost, met de meting onderzoeken. Wat ik op dit moment duidelijk vaststel, dat is een straling van een negatieve entiteit. En dat is zeer hoogwaarschijnlijk is dat een vrouwelijke entiteit die deze straling afgeeft. En ik ontwaar nu, maar dat is zonder het kastje daarbij te gebruiken, een jurk. Dus het is een vrouw met een jurk. En eigenlijk kan ik daar op dit moment niet meer over zeggen. Naast de berichten van onze paragnost en van Joanna is er nog iets anders opvallends gebeurd op het vakantiepark. In 1995 is er een moord gepleegd waarbij het slachtoffer met messteken om het leven kwam. De moord werd nooit opgelost. Om uit te zoeken wat er echt aan de hand is, hebben wij van West onderzoekt een plan bedacht. Twee mensen zullen afgesloten van de buitenwereld 7 dagen... in het opmerkelijke huisje verblijven. Als zij dit volhouden, krijgt elk van hen 5000 euro. Echter, als één van hen het parkterrein verlaat, vervalt het geldbedrag. De twee deelnemers zullen beide continu gefilmd worden. Zijn we? Goedemorgen, jullie gaan de uitdaging aan. Zeker. Ik heb voor jullie allebei een pasje. Oké. Nee, dankjewel. En dan zie ik jullie volgende week. Ja, is goed. Ja, het is niet dat de gezelligheid echt om je oren slaat. Met een deurvak. Ik zit wel helemaal bos hier. Dat is allemaal mooi. Ja, de reden dat ik meedoe is eigenlijk gewoon een nieuwe fanbase. Dus veel meer volgers. Ja, natuurlijk na het eind van de week 5000 euro. Dat is toch een hoop geld. Ik wil mensen ontmoeten. Ik wil mensen een boodschap meegeven. Ja? Kom eens. Wat? Kom even. Oké. Strandhand, staat de boel in brand? Ik ga niet met jou in één bed slaan. Nee, echt. Dat doe ik niet. No way. Geen haar op mijn hoofd. Oké, ik bedenk wel wat. Eerst koffie. Eerst wat drinken. Ja, een bakje. Goed plan. Ja, lekker. Top. Dylan, ja. Er is meer op deze wereld dan jij denkt dat er misschien is. Ja. Er is meer tussen hemel en aarde dan jij denkt dat er is. Ja, mooie vrouwen, games en geld.
Laat ik het daarbij houden. Dylan. Ik heb iets voor je meegenomen. Cadeautje. Dankjewel. Ja. Vijfhonderd vragen aan de Bijbel. Interessant. Kan je leven lang plezier van hebben. Je hebt je echt wat aan. Ook jij, Dylan. Dat ga ik vanavond eens even rustig op mijn gemak bestuderen. Ja, weet je, het is zo jammer met van die jongens als Dylan. Want je zijn eigenlijk alleen maar in het uiterlijk geïnteresseerd. Alleen maar in het aardse. En daar doen ze zichzelf tekort mee. En dan zal je zien, die komen zichzelf ook tegen. Hoorde je dat? Is het geluid? Wat gebeurt? Ja, ik weet het niet. Dat ding viel er in één keer af. Waar Jan en Dylan echter niet bij stilstaan, is dat de vaas continu gefilmd is vanuit de keuken. Hier zien we de vaas. En hier zien we dat hij plotseling valt. Nee, dit zijn antioxidanten die drink je iedere ochtend. Vreselijk gezond. Daarom zie ik er zo goed uit. Ja, kom. Kom maar. Ja, hallo. Hey. Ik ben Herman de Buurman. Dylan, aangenaam. Oh, aangenaam. Waar is dat voor? Oh, dat is voor Westonderzoek. En wat is dat? Dat tv-programma. Nou, dat ken ik niet. Maar ik kom je er waarschuwen. Ik huur al 10 jaar een huis hier zo. Dus, het is trouwens mijn eigendom. Uh-huh. En ik maak hele rare dingen mee. Oké. Okay. Ja, er is al een keer iemand vermoord. Was hier? Dus, ja, zeker. Oké. Okay. Dus ik zou maar oppassen. Ja, nee, ik ga zeker mee. Ik zal het ook zeker zeggen. Ik ga het zeker... Ja, maar ik neem het wel serieus, hè? Want ik ben ook echt serieus. Ja, dat doe ik ook. Ik neem het ook heel serieus. Ik ga het gelijk overleggen met mijn vriend. Komt goed. Komt goed. Je bent gewaarschuwd en... Ja, nee, is heel goed. Dat kan ik niet aan doen. Dankjewel. Idioot. Het leukste aan vloggen is toch de nieuwe plekken waar je komt, de nieuwe mensen. Maar het allerleukste is toch wel prank wars. Dat je pranks kan uithalen met mensen. Dat ze het totaal niet doorhebben. En achteraf dat je dan laat weten, het is een prank. Dat vind ik het meest geweldige. Die koppen die je dan ziet en die ze dan uitstralen, onbetaalbaar. We gaan Jan even pranken. Jezus, ben je nou weer aan het doen? Ik bak een eitje. Hele huisje stinkt. Doe geen oog dicht. Doe in ieder geval die afzuigkap aan dan. Ja,
Jezus, wat heb je gedaan? Ik ben zo'n pokkenjoeg. Gadverdamme. Kutjoch. Hé, Dylan. Jouw vriend, buurman Herman, had een briefje op de deur geplakt. Ja, er is toch een moord hier vlakbij gebeurd. En verder gaat het over barones van Ockenduin. De brief vertelt inderdaad over de barones van Ockenduin en is ondertekend met Herman. De barones bezat het landgoed waar later vakantiepark Duinbos opgebouwd is. De barones stond bekend als weldoenster en gaf brood aan de armen. Na verloop van tijd begon het echter op te vallen dat steeds meer armen verdwenen. Toen de veldwachters polshoogte kwamen nemen, vond men tal van in stukken gesneden mensenlichamen. De barones werd ter dood veroordeeld, maar volgens de verhalen zou haar geest altijd zijn blijven ronddolen. Hoe kom je nou hier? Wat? Ik zie je net toch buiten? Ik zit hier. Ik zie je tussen die bosjes staan. Hè? Wat hoekje? Laat zien. Waar? Kijk, het is hier achter die boom daar. Ik zie daar gewoon staan. Hoe heb je dat gedaan dan? Met het raam naar binnen. Jan, ik zit daar al de hele tijd en nu sta ik hier. Dylan. Ik wil naar huis. Trek het niet langer. Het is niet goed hier. Het voelt niet goed. Die muren komen me af. Ik zie dingen die niet zijn. Jan, naar huis. Rustig nou. We hoeven nog maar één nachtje. Morgen 12 uur mogen we weg en krijgen we 5000 euro. Eén nachtje nog. Ik ben wel blij dat je blijft, Jan. Morgen 5000 euro. Met een geluidje, misschien inderdaad moet je echt even meekomen. Jan, rustig nou.